Tegenwoordig hebben we ontzettend veel informatie voor handen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Laten we eens teruggaan in de tijd tot de tijd van de Neandertaler. De Neandertalers hadden nauwelijks informatievoorziening. Geen internet, geen boeken, hooguit verhalen van andere Neandertalers. In veel gevallen moest de Neandertaler dus zelf op onderzoek uit om aan informatie te komen. Bijvoorbeeld om te ontdekken of vuur gevaarlijk is. Heel lang is informatie in verhaalvorm door mensen aan elkaar doorverteld. Er werden wel boeken gemaakt, maar dat was een hels karwei omdat alles met de hand moest gebeuren. Dat veranderde in 1450, toen de boekdrukkunst werd uitgevonden. Mensen konden daardoor makkelijker boeken maken en ze dus ook beter verspreiden. Je kon een boek immers vaker afdrukken. Zeker toen boeken met machines gedrukt konden worden, groeide het aantal boeken dat uitkwam enorm. Zo kwam er voor veel meer mensen veel meer informatie beschikbaar. Sinds de industriële revolutie is er een hoop veranderd aan de informatievoorziening. We kunnen beelden veel makkelijker vastleggen door de uitvinding van het fototoestel en later door de uitvinding van de filmcamera. En we kunnen sneller communiceren dankzij de telefoon. De uitvinding van fotografie en telefonie betekende ook veel voor kranten. Nieuws kon sneller verspreid worden en er konden foto's bij berichten geplaatst worden. Later werd ook de radio uitgevonden, waarmee grote groepen mensen in één keer live bereikt konden worden. In het jaar 1991 ontstond het World Wide Web, dat noemen we nu gewoon het internet. Toen moest je nog inbellen met je telefoon. In het begin hadden alleen overheden en universiteiten toegang tot het internet. Later kon iedereen surfen op het World Wide Web. Eind jaren 90 beginnen steeds meer bedrijven het internet serieus te nemen. Er komen meer websites met informatie over allerlei soorten onderwerpen. Er komt een gigantische berg aan informatie beschikbaar. Om al die informatie te kunnen doorzoeken, zijn zoekmachines bedacht, zoals Yahoo en Google. Hierdoor kun je steeds makkelijker informatie vinden over vrijwel ieder onderwerp. Maar het wordt ook lastiger om te zien of je betrouwbare informatie gevonden hebt. Vandaag de dag is internet er altijd en overal. We zijn er veel mee bezig. We delen onze ervaringen op social media, we onderhouden onze contacten, we zoeken informatie op. Dat kan op een computer, maar ook, waar je maar bent, op je telefoon. Informatie is altijd en overal beschikbaar. Er is ook heel veel informatie. Niet alleen over de dingen om ons heen, maar ook over onszelf. We zetten onze gedachten op het internet en we delen foto's. Er is een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar. Maar hoe ga je met al die informatie om? Daar heb je informatievaardigheden voor nodig. Als een soort kompas om te kijken of de informatie die je vindt betrouwbaar is.